Ik ben Pieke Elegems en je ziet me niet vaak op Libellen, maar je hoort me wel, want ik ben namelijk de zenderstem. En verder ben ik ook host van Straffe Verhalen op 5. En de Antwerpenaren die zullen me misschien wel kennen van de regionale zender ATV. En af en toe zie je me ook wel eens opduiken in een of andere tv-reeks. Een van de belangrijke momenten uit de eerste show van het voorbije seizoen vond ik een gesprek met Lien Wezenbeek en Koenraad de Lathouwer over Pink Ribbon, een actie tegen borstkanker. Ik ben zelf ambassadrice voor Pink Ribbon en toen ze mij dat gevraagd hebben, heb ik echt geen seconde getwijfeld. Als je weet dat 26 vrouwen per dag in België te horen krijgen dat ze borstkanker hebben, dat is enorm veel. Het is ook heel belangrijk om erover te praten. Vandaar dit fragment. Koenraad, Pink Ribbon, wat is dat precies? Pink Ribbon is 20 jaar geleden ongeveer opgericht door Evelien Laudair van de gelijknamige cosmetica-gigant Estée Lauder. Dus zij was de schoondochter en werd zelf geconfronteerd met de ziekte en heeft toen als corporate social responsibility project binnen de groep, dus de International Breast Cancer Association, opgericht. En geleidelijk aan, de roepnaam was Pink Ribbon, is dit zich gaan ontwikkelen in een 80-tal landen, onder andere ook hier in België. Ja, en het onderwerp dit jaar is tewerkstelling. Hè? Daar werken jullie rond. Wat wil dat precies zeggen? Wat doen jullie dan? Bij borstkanker zien we vaak een vrouw die borstkanker krijgt, die wordt niet alleen in het ergste geval verminkt in een fysische verminking. Mm-hmm. Maar dan krijg je echt ook een soort van verminking als de vrouw. En dan zien we op de werkvloer heel vaak dat er een waas is tussen de collega's en kan tussen de mensen zelf. Ja, kan er dan niet over gepraat worden, bedoel je? Dat kan is niks dus over gezegd worden. De moeilijkheid. Ja. Ja. En dat is ook waar we absoluut moeten aan vechten. Dat is om die communicatie te gaan versterken en ervoor te zorgen dat er daar eens inderdaad kan over gepraat worden. Oké. Okay. Nu, Lien, jij bent ambassadrice van Pink Ribbon. Hoe kom jij in dat verhaal te pas? Wat wordt er van jou verwacht eigenlijk? Een van de ambassadrices en ambassadeurs, want er zijn er verschillende. Ja. Maar ik ben in een heel mooi gezelschap. Nu, waarom heb ik toegezegd toen men mij dat gevraagd heeft? Omdat kanker, en borstkanker in het bijzonder, heel herkenbaar is. Ja. Het is iets wat ons allemaal kan overkomen. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen wel iemand kent die het heeft of heeft gehad. Ja. Of vrienden, familie, kennissen. Dus het is iets wat ons eigenlijk allemaal aanbelangt of kan overkomen. Dus in dat opzicht vond ik het zeker de moeite waard om daar aandacht te engageren en aandacht aan te geven. Omdat er zijn natuurlijk al heel veel campagnes geweest, gelukkig. Dus daardoor weten we ook al veel meer rond borstkanker. Maar toch merk je bij elke campagne weer dat we toch nog niet genoeg weten. En dat het blijven geven van informatie heel belangrijk is. Ja, want je zegt het, je bent één van de ambassadrices. Er zijn inderdaad nog andere ambassadeurs, zoals Alexander De Croo, Dana Winner, Ben Roelands en ook onze eigen zenderstem Bieke Elegems. Hier is haar getuigenis. Ik ben ambassadrice voor Pink Ribbon omdat ik het erg belangrijk vind dat er goed gecommuniceerd wordt over borstkanker. Ik kwam laatst nog een vriendin tegen die strijdt tegen borstkanker en het trof me aan haar verhaal dat ze zei dat weinig mensen er met haar over durven praten, omdat het blijkbaar voor velen nog een taboe is, dat ze bang zijn om het onderwerp aan te halen of om haar te kwetsen. Dus eigenlijk heeft ze vooral nood aan, boezemvriendinnen, dus praat erover. Ik heb de test gedaan over borstkanker op de website en ik dacht van mezelf dat ik er al veel over wist, maar blijkbaar had ik toch nog veel mis. Maar dat wil zeggen dat ik wel heel veel heb bijgeleerd en het heeft me ook aangespoord om meer te praten en te communiceren over borstkanker en dat is toch wel heel belangrijk. Help mee in de strijd tegen borstkanker en registreer je op pinkribbonboezemvriendinnen.be. Verspreid informatie over borstkanker sneller dan de kanker zelf. Is dat zo, Lien, dat er nog taboe bestaat over borstkanker? Kan je er ondertussen niet meer over praten?
Ik denk wel dat er al een groot deel van het taboe doorbroken is. Maar ik heb nu zelf ook die test gedaan. En je denkt van ja, er zijn een heleboel zaken die ik al weet. Want er wordt toch wel vaak over gesproken. Maar dan toch, als je de test zelf doet. En ik raad iedereen aan die naar het programma kijkt. Om toch eens te gaan op pinkribbonboezemvriendinnen.be en de test te doen. Omdat er toch nog een aantal zaken zijn die heel verrassend zijn. Bijvoorbeeld het geven van borstkanker. Als je, van borstvoeding. Ja. Dat eigenlijk het risico eigenlijk toch kan terugdringen. Dat is iets wat ik niet wist, bijvoorbeeld. Okay. Maar los daarvan, of dat je dat nu weet of niet, ik denk dat het toch belangrijk is om zoveel mogelijk erover te praten. En omdat, ik denk, ik ben nu zelf geen patiënte, maar... Nee, maar je bent er wel mee geconfronteerd geweest, hè, in je omgeving. Ja, hè? Ja, zowel mijn moeder als mijn zus nu. Mijn moeder is er 30 jaar geleden is zij overleden aan kanker. Mijn zus heeft het nu sinds een aantal maanden. Is ondertussen behandeld en het gaat relatief goed. Maar wat ik toch bij haar ook vooral heb gemerkt, is dat het luisteren naar hen zeer belangrijk is. Tot slot, Koenraad, jullie hebben ook een Pink Ribbon magazine. Ja. Dus daar kunnen vrouwen heel veel informatie in vinden. Waar kunnen ze dat bestellen? En hoe kunnen er giften gedoneerd worden? Want dat is heel belangrijk. Ja. Dus wij hebben inderdaad elk jaar een magazine, het Pink Ribbon magazine, dat verspreid wordt bij de abonnees van Libelle en al onze andere bladen. Daarnaast is die ook te koop via onze website pinkribbonboezemvriendinnen.be. Wij hebben ook boekzines, maar, en dat wil ik toch wel benadrukken, wij gaan ons niet beperken tot een actie in de maand oktober. Met al onze media, met al onze partners, gaan we eigenlijk het jaar door, gaan we communiceren rond de ziekte. Want naast die fondsenwerving, die dan overal vind je de rekeningnummers van de Koning Boudewijn Stichting, is dus dat tweede deel, namelijk die communicatie, zo bijzonder belangrijk. En dat doen we één met onze media en daarnaast met onze ambassadeurs, zoals met Pin.